Als je solliciteert voor, uh, om astronaut te worden, dan uh, ja, is dat allemaal op, op afstand. Je stuurt een brief, alle, echt uh, nog getypt. De uh, allereerste sollicitatiebrief was om astronaut te worden. Ja, dan word je af en toe opgeroepen voor, uh, voor, die, voor testen. En uiteindelijk moet je dan ja, een verlossend telefoontje krijgen. Ik was eigenlijk al verbaasd dat ik steeds verder kwam, elke, elke ronde weer verder. Ik had ook op een gegeven moment een uh, uh, enorme. of uh, uh, een blunder begaan. Uh, een van de laatste dingen van een selectieproces is interviews. En dan kom je binnen en dan heb je. nou, het zal het zijn anderhalf uur. Word je helemaal uitgehoord en er was een groep van vijftien mensen. Er zaten natuurkundigen in, astronauten. Uh, een F-16-piloot. Allerlei soorten mensen. En die gingen allemaal vragen aan mij stellen. En dat ging eigenlijk best goed. Het waren hele interessante vragen. Kan je rock-and-roll dansen op de maan, bijvoorbeeld? Want ze gebruiken je CV. En ik had daar rock and dansen gedaan. En dan krijg je, gingen ze daarop in. Dus dat is leuk. Maar ook wat is de temperatuur van, uh, van het water op de bodem van de oceaan? Ze uh, dus we wilden weten hoe je, de hoe, je, hoe je denkt. En dat ging eigenlijk best goed. En toen stond ik op. En ik gooide zo een glas suderans, wat er voor me stond, gooide ik zo over tafel. Ik denk, oei, nu heb ik even bewezen dat ik heel onhandig ben. En, dus ik vroeg wat papier om het op te ruimen. Zij zei, nee, is wel goed. Uh, uh, Dank je wel. Dus uh, ik denk, nou. En tot mijn verbazing werd ik gebeld dat ik door was naar de volgende ronde. Dus dat had blijkbaar geen roet in het eten gegooid. Blijkbaar was het geen reden om, uh, om afgewezen te worden voor de selectie. Dan kon ik gewoon weer naar de volgende ronde door. Ja, dat, dat was zo'n momentje dat je denkt van... nou, hier had het kunnen stoppen. Maar dat, uh, dat was het niet zo. En uh, ja, dan, dan, uh, op een gegeven moment krijg je dan een verlossend telefoontje... Uh, dat je door bent. En ik weet nog waar ik was. Want ik zat thuis om een presentatie voor te bereiden over ruimtevaart. Met allemaal dia's over de ruimtevaart. Dat ging nog met die met dia's. Dus een grote lichtbak. Allemaal dia's voor me. Dus ik zat al met mijn hoofd in de ruimtevaart. En dan krijg je een telefoontje van een van de Nederlandse delegatieleden. Dat ik erdoor was. Dat ik uh, geselecteerd was als astronaut. Ja, dat was uh, een bijzonder moment. En ik had zo'nzelfde moment. Want op een gegeven moment. Uh, ben je astronaut. Maar ja, dan heb je nog niet de vlucht. Uh, dan moet je op een gegeven moment ook weer aangewezen worden voor een ruimtevlucht dat je gewoon gaat oefenen voor die vlucht. Ik was uh, voor uh, toen ik a ja toen ik astronaut was werkte ik al voor de ESA in een andere functie voor de Europese ruimteorganisatie. Ik werkte bij ESA Estec in Noordwijk en coördineerde medische experimenten voor vluchten met de Space Shuttle en het ruimtestation. Meer. Wat ik ook deed, want op een gegeven moment was ik dus gekozen als astronaut en dan gingen ze me ook inzetten. Voor de vluchten van collega's. Dus ik werd reserve voor de vlucht van mijn Belgische collega Frank de Winne. En die ging op een gegeven moment de ruimte in, en ik was daarvoor was ik in Koroljov. Dat, uh, dat is een, een, voor, bij, ja, zeg je dat, een voorstad van Moskou, waar het grote vluchtleidingscentrum staat. Daar begeleidde ik die vlucht van uh, Frank de Winne, vanuit het vluchtleidingscentrum. Als reserve-astronaut, als zijn backup. En ik zat daar in een hotel, uh, ja, zo'n ja, sovjet Sovjet-tijd-stijl uh, hotel. En daar kreeg ik een telefoontje weer van de Europese baas van het ruimtestation, de Bugel. En uh, die belde me op dat ik een vlucht had. Dat, dat, ik, uh, dat ik een jaar later of zoiets uh, mijn eigen ruimtevlucht zou gaan maken. Ja, dat zijn bijzondere momenten. Je weet precies waar je bent als je zo'n telefoontje krijgt. Het internationale ruimtestation, dat uh, heeft partners. De grootste is Amerika, NASA. Samen met Rusland, Roscosmos. En dan hebben we wat kleinere partners, Japan, Canada en Europa. En afhankelijk van hoeveel je erin stopt, krijg je ook uh, een hoeveelheid. Tijd voor, voor mensen aan boord en experimenten aan boord. Europa doet maar voor 8 tot 9 procent mee in het ruimtestation. En wij hebben gemiddeld ja, recht op één astronaut per jaar. Eén astronaut per jaar. Dat schiet dus niet op. Dus we hebben ook niet zoveel astronauten nodig. NASA die heeft elk jaar wel een nieuwe selectie, een nieuwe groep astronauten. Bij de ESA is dat één keer in de tien jaar. 10, 15 jaar, dan uh, worden er, zijn er nieuwe astronauten nodig, omdat de anderen met pensioen gaan of die gaan wat anders doen. Nou, we hadden Okkels in de eerste groep van ESA-astronauten. Ik zat in de tweede groep, of eigenlijk 2B. In de eerste instantie was ik niet gekozen in de tweede groep, omdat ESA maar zes mensen toen wilde hebben in plaats van 30. Ze hadden het idee om 30 te hebben. Dat werden er maar zes. Maar uiteindelijk bleek dat toch te weinig. En toen hebben ze uh, de finalisten van de, van de selectie... waar ik dus bij zat, gevraagd... hebben jullie nog interesse? En toen is er ja, nog een hele kleine selectie weer bijgekomen. Uh, dus ik was van de tweede groep. Dan was er in 2006 een derde groep. En dat zijn de mensen die nu vliegen. En dan hebben we recent, twee jaar geleden... hebben we een vierde groep geselecteerd. Dus om de 10, 15 jaar worden er nieuwe... Europese astronauten gekozen. En dan heb ik het dus over de professionele astronauten. Dus die gewoon in dienst zijn en reparaties, onderhoud, experimenten uitvoeren in het ruimtestone en straks ook naar de maan zullen gaan. Ik heb het niet over de commerciële astronauten. De mensen die betalen voor hun vlucht. Er is niemand uit Nederland bij overigens, maar die zouden ook uit Nederland kunnen komen. Dat is een andere groep, zeg maar. Over de 10, 15 jaar zijn er tussen de, nou zeg rond de 10, 15 astronauten weer nodig. Als je eenmaal astronaut bent en dan ben je onderdeel van uh, het astronautenteam, dan ja, ga je wel van alles doen. Je gaat trainen, je gaat oefenen, maar je hebt nog geen vlucht. Je bent nog niet aangewezen voor een ruimtevlucht. Ja, dat. Dat is een beetje afhankelijk van verschillende factoren wanneer je aan de beurt bent. En politiek is daar, speelt daar een rol in. Je moet je voorstellen dat uh, binnen de ESA de grote landen, uh, ja, die hebben belangen. En de grote spelers in de ruimtevaart, dat zijn Frankrijk en Duitsland en Italië. Niet eens zozeer Groot-Brittannië. En die betalen dus heel veel. En uh, Nederland betaalt maar 1%. Dus je kan je wel iets bij voorstellen dat uh, als er op een gegeven moment vluchten aangewezen worden, dat die landen, ja, daar wordt rekening mee gehouden, laat ik het zo zeggen. Het uit zich ook in het feit dat er bij elke selectie astronauten uit die landen bij zitten. En soms zelfs meerdere. Meerdere Italianen of meerdere Duitsers. En dat zal je bij een klein land niet zien. En dus er zullen altijd uh, astronauten van die grote landen bij zitten. Als ze er meerdere hebben, hebben ze dus ook al meer kans. En af en toe worden dus mensen uit de kleine landen gekozen. In mijn geval was dat België en Nederland. In de eerste keer was dat iemand uit Zwitserland, bijvoorbeeld. We hebben de derde groep uit uh, uh, Denemarken. Uh, en er zitten nu ook mm, nieuwe lidstaten bij die vroeger niet bij de ESA hoorden. Polen, bijvoorbeeld. Op een gegeven moment wordt dus een keuze gemaakt uh, van wie er gaat vliegen. Daar wordt wel gekeken naar de samenstelling, want je vliegt met al die andere landen. Je vliegt met Amerikanen, Russen, Japanners enzovoort. Dus er wordt altijd wel gekeken wie past er bij elkaar. Je wil niet twee kapiteins op een schip hebben. Je moet volgers en leiders hebben, mensen die wel een beetje bij elkaar passen. Geen garantie hoor, dat er geen uh, ruzies kunnen ontstaan, dat gebeurt ook. Maar zo ga je wel kijken naar de samenstelling van je, van je team. Uh, je wil graag mensen met ervaring en mensen die, uh, die nieuw zijn, een beetje dat combineren. Zo wordt er uiteindelijk een keuze gemaakt. Dus het is een onderling overleg tussen al die agentschappen. Die gaan bepalen of iemand uh, geschikt is. Die krijgen natuurlijk advies van de medische groep. Eh, kan iemand dat enzovoort. We hebben natuurlijk al die specialisaties. Voor bepaalde stukken heb je specialist nodig, voor andere gebruiker. Mensen die, uh, die getraind zijn om een ruimtewandeling te maken of met een robotarm te werken. Dus al die factoren wordt naar gekeken dat je een complete groep hebt. Dat je alles kan oplossen, dat je alle taken kan verrichten die aan boord nodig zijn. En zo, uh, zo wordt er een keuze gemaakt. Je hebt altijd een reserve ook, en soms is die nodig. Dat is wel is gebeurd dat de reserve vervolgens moest vliegen. Dat is bij mijn eigen vlucht gebeurd. Iets van, nou, het is het een paar maanden voor mijn vlucht uh, kreeg ik een telefoontje dat mijn Amerikaanse collega afgekeurd was tijdens een medische keuring tegen uh, hartritmestoornis. En ineens moest er dus een reserve-Amerikaan erin. Maar die had te kort tijd om weer een, 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 een bonding te krijgen met de, de, de Russische commandant. Dus toen zijn ze alle twee weer vervangen. En toen werden de backups van de backups ingezet. Die hadden wel lang samen getraind. Nou, zo, zo gaat dat dus. En dus je kijkt naar alle, alle zaken die nodig zijn om een goed team te samenstellen. En je reserve die kan dan eventueel uh, ingezet worden. Wat je zoekt in een astronaut is een teamplayer. Je zoekt iemand die avontuurlijk is, maar niet een waaghals. En dus duiken, bergbeklimmen, vliegen. Dat zijn prima activiteiten. Gecontroleerde risico's nemen. Dat je weet waar je mee bezig bent. Je zoekt niet iemand die hele gevaarlijke dingen doet, uh, gevaarlijke races of Gaat klimmen zonder gezekerd te zijn. Dus waaghalsen, die zoek je niet. Dus je zoekt verantwoordelijke mensen met een avontuurlijke inslag. Je zoekt mensen die met andere mensen om kunnen gaan. Je zoekt niet een professor, dokter, ingenieur die alles weet van één molecuul, maar vervolgens niet met anderen kan praten. Dat het niet sociaal is. Want je bent als astronaut de handen en de ogen van de mensen op de grond. Dus ene moment praat je met een Japanse professor en dan weer met een Russische technicus dus je moet met allerlei soorten mensen om kunnen gaan, je moet dus redelijk snel van begrip zijn dat je begrijpt wat de bedoeling is, dus breed inzetbaar. Je moet gezond zijn natuurlijk, dus je zoekt iemand die uh, redelijk in conditie is, maar die hoeft geen topatleet te zijn. Hè? Dus het is een, een verantwoordelijke, gezonde teamplayer, dat is wat je zoekt. Natuurlijk, dat is wel een basiseis voor opleiding. Je, je zoekt iemand met een academische uh, opleiding, uh, dus ingenieurs, wetenschappers, artsen, piloten, die zijn vaak, hebben vaak zijn vaak een ingenieursgraad erbij. Dat is wat je zoekt: iemand die operationeel kan werken, avontuurlijk is en ja, het, het systeem begrijpt. Je weet van jezelf niet waarom je gekozen wordt, want ja, het, je komt uiteindelijk uit al die testen bovendrijven. Ik heb uitgebreide testjes moeten doen. Psychologische testen, maar ook aandachtstesten, concentratietesten, interviews. Nou, heel veel verschillende testen. Medische testen. En er is niet één persoon die bepaalt dat jij dat wordt. Er is een score. Je zoekt de, de allrounder. Ik ben waarschijnlijk in geen enkele test bovenaan geëindigd. Maar het gaat om het algemene plaatje. Dus dat, dat is wat ze zoeken. Ze zoeken het algemene beeld van iemand die op al die verschillende plekken kan, uh, kan functioneren. Die een goed beeld heeft van, uh, van het werk van een astronaut. Uh, niet een romantisch beeld, maar die weet wat het inhoudt. Dat je op een verschillende plekken moet leven. Dat je, je gezinsleven op een laag pitje komt te staan. Er zijn een paar eigenschappen die, die van groot belang zijn. En dat is uh, motivatie. Uh, je hebt uh, zeg maar geduld nodig, want het gaat lang duren. Het is niet zo dat als je gekozen wordt, dat je de volgende dag in een raket zit. Je bent jaren bezig. Dat betekent dat je je eigen vakgebied gaat verlaten. Of je nou piloot bent, of wetenschapper of arts. Uh, Daar moet je toe bereid zijn. Je hebt doorzettingsvermogen nodig, dus, want het is zwaar. Ja, zit je op je 40ste, je 50ste, ben je nog steeds examens aan het doen, zit je hele nachten te blokken. Dus je moet kunnen doorzetten. En. Je hebt frustratietolerantie nodig. Of uh, veerkracht. Want het gaat nooit zoals je wilt. Er zijn altijd tegenslagen. Dat, dat je vlucht niet doorgaat. Dat er, dat er iemand anders op jouw plek komt. Dat je medisch wordt afgekeurd tijdelijk bijvoorbeeld. Dus al die eigenschappen heb je hard nodig. Ik kan van mezelf niet zeggen waarom ik gekozen ben. Want dat, dat weet niemand eigenlijk. En je, er zit een factor geluk ook in. Ik heb eens gevraagd aan een van de mensen van in dat geval de medische commissie: ik zeg hoe gaat dat nou? Hoe selecteren jullie nou? Nou, heel simpel: je krijgt een stapel statussen van een meter. Toen was alles nog op papier. En de opdracht was terugbrengen naar vijf centimeter. Ja, dan worden dus mensen afgekeurd die het waarschijnlijk honderd jaar worden, die het waarschijnlijk kunnen. Maar ja, je moet ergens op selecteren. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor zo'n selectiecommissie. Wie ga je naar uithalen? Want je moet in de toekomst kunnen kijken. Je moet kunnen kijken, is deze persoon over tien jaar uh, een goede astronaut? Uh, medisch gezien, psychologisch gezien. Nou, en dat is, dat is best een, een, een uitdaging. En ik denk, ik denk dat ik gekozen ben omdat ik breed geïnteresseerd was in, in wetenschap. Omdat ik uh, uh, best avontuurlijk ben, maar geen waaghals, geen gekke dingen heb gedaan. Dat mijn gezondheid in orde was. Ja, dat, dat soort zaken, die spelen dan mee. En dan, komt een, een, ja, dan kom je bovendrijven. De grootste gemene delers, zeg maar. De, de allrounder ja. Toen ik ging solliciteren als astronaut, of toen ik van begon te dromen, toen zaten we in uh, de Koude Oorlog. Uh, Rusland, uh, of Sovjet-Unie moet ik zeggen, toen de tijd. Dat was de vijand. Als iemand mij toen verteld had, jij wordt later co-piloot van een Russisch ruimteschip, had ik dat niet geloofd. Het was totaal niet aan de orde. Dat, ik dacht, ik ga net als Wibbelokkels, als ik überhaupt gekozen word, dan word ik payload specialist. Waarbij ik dus net als Wibbel ga meevliegen in, in de Space Shuttle en een week in het laboratorium ga werken. Dat beeld had ik in mijn hoofd. Dus het is totaal anders gelopen door de politiek. Toen uh, het communisme instortte en de muur viel, de Sovjet-Unie viel uiteen, toen is er door Bill Clinton, onder president Clinton, El Gore was toen de vicepresident en El Al Gore uh, als vicepresident was verantwoordelijk voor ruimtevaart. Die hebben toenadering gezocht tot Rusland om het samen te gaan doen. Een enorme goede move geweest om het samen te, te gaan werken. En dus ineens kwamen de Russen in beeld. Het ging niet, niet makkelijk. Hè. De Space Shuttle die gaan, ging koppelen met de meer. En er waren dus Amerikanen die, die een half jaar met de Russen vlogen. Sommigen die vonden het prachtig, anderen raakten in een depressie. Want ja, die culturen moesten wel even op elkaar aansluiten. En toen ik uh, gekozen werd, toen ging ik er nog steeds van uit... dat ik in de Shuttle zou vliegen, omdat ik arts ben. Ik ben geen testpiloot. En tot die tijd... Waren er wel Europeanen meegegaan met de Sovjet-Unie eerst en later met, met de Russen? En die zaten dan vaak op de rechterstoel. En dat waren allemaal testpiloten. Dus ik dacht van ja, ik kom helemaal niet in aanmerking voor die Soyuz. Want ik ben helemaal geen testpiloot. Nou, op een gegeven moment begonnen dus uh, ook Europeanen op de linkerstoel te vliegen. Dus als co-piloot. En op een gegeven moment zelfs. Een arts, dat was Claudie Angeré, dat is een frans een Française, een arts ook. Maar die had al eerder gevlogen op de rechterstoel. Dus als passagier als het ware. En nu als co-piloot. Ik had niet verwacht dat ik voor mijn eerste vlucht meteen als co-piloot zou werken, als niet uh, testpiloot. Dus dat was eigenlijk wel een enorme uitdaging. Dat, was, dat verbaasde me eigenlijk. Ik denk van, uh, nou ja, ik ga iets met de shuttle doen. Uh, maar uiteindelijk werd ik dus co-piloot van de Russische ruimteschippen. Dat was wel een... Uh, een, een, uh, ja, een uitdaging. Ik was verrast, maar ik dacht... oké, okay, als die instructeurs denken dat ik dat kan... dan, uh, ja, dan gaan we het doen. Dan, dan ga ik ervoor. En, ja, dus dat is uiteindelijk ook, ook gelukt. Maar uh, ja, dan ben je al in de veertigen. Uh, dan word je aangewezen uh, voor, uh, voor een, een vlucht. En dan wordt het niet de shuttle. Dat was trouwens een heel bijzonder moment voor mij. Want ik heb een tijd lang op de lijst gestaan als het ware om met de shuttle te gaan vliegen. En dat was de shuttle STS-107. En dat was de Columbia die verongelukt is. Want ik was al geselecteerd, maar als astronaut doe je allerlei neven taken. Collateral duties. Dat betekent dat je praat met het ruimstation bijvoorbeeld. Of je, 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 je volgt de ontwikkeling van apparatuur. Dus allerlei van die, van, die, uh, van die neventaken. Ik werkte al voor ESA voordat ik gekozen werd. als wetenschappelijk coördinator voor medische experimenten. Dus dat, daar werd ik ook voor ingezet. Dus ik trainde de astronauten voor een shuttlevlucht. op Europese apparaten. Voor uh, longfunctieonderzoek bijvoorbeeld. Dus ik zat er goed in en ik trainde die, die astronauten voor die space shuttle. Maar dat was een space shuttlevlucht. Die los was. Die ging niet naar het ruimstation. Die was puur voor experimenten uitvoeren in een laboratorium. En die schoof steeds, die vluchten. Dan moest hij weer heel snel gebeuren, dan weer uitgesteld. En op een gegeven moment moest hij heel snel. En toen hadden ze het tekort. Dan hadden ze dan hadden nog niet allebei mensen. In, uh, nog niet allebei manningsleden. En toen zei ESA: Nou, wij hebben iemand voor jullie. Want die traint de astronauten die al gekozen zijn. die traint hij al. Hij kent de apparatuur. Dit is een van de experimenten die lastig is om te leren. En hij ken, kan het al gewoon doen. Dus ik werd uh, een half jaar lang, heeft ESA geprobeerd mij op die vlucht te krijgen. Als, zeg maar, payload specialist, zoals we ook al. Wat ik ook allemaal in gedachten had. zoiets. En uiteindelijk ging dat niet door. Uiteindelijk uh, werd die vlucht weer vertraagd. En was de ruimte om uh, uiteindelijk een Israëlische astronaut daarop te zetten. Dus ik was teleurgesteld. En Ik dacht, ja. Dat had ik best willen doen. Vervolgens kreeg ik een telefoontje: van ja, je gaat met de Soyuz vliegen. Wat ik helemaal niet verwacht had. Dus dat was, dat was, heel, uh, dat was een aparte tijd. Dat je weer heel blij bent dat je gaat vliegen. Maar onverwacht dat je gaat vliegen in een uh, in Soyuz. Dat had ik dus helemaal niet uh, zo uh, gepland in mijn hoofd. Maar goed, ze zeggen dat dat kan, dus dan gaan we het doen. Ik heb dus heel veel getraind uh, voor die sojus in Rusland. Op een gegeven moment krijg je een goede band. Uh, er zijn een paar dingen die je niet bespreekt in de ruimtevaart. En een daarvan is politiek. Religie en politiek. Dingen die heel persoonlijk zijn. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Uh, dat moet je allemaal zelf bepalen. Maar uh, zodra je erover gaat discussiëren, dan krijg je vaak uh, conflicten. Dus er werd nooit over politiek gesproken. Zodra het een keer over Poetin ging, dan zag je dat cosmonauten stil werden. Want ze zijn bang voor hun carrière. Kijk, je praat over van alles. Over de wetenschap, over je kinderen, over sport, over van alles en nog wat. Maar niet over, uh, de, over politiek. Dat is een uh, soort taboe. En ja, je ziet dus nu terug in de, in de huidige situatie uh, dat dat dus nog steeds wel enigszins werkt. Want. We hebben dus heel lang samengewerkt met Rusland. Op allerlei gebied. Europese navigatiesatellieten worden gelanceerd op Russische Soyuz-raketten vanuit frans Dat is dus gestopt. Zodra Rusland aanviel, zijn al die samenwerking, technische samenwerkingen gestopt. Amerikaanse Atlas-5-raketten gebruiken Russische motoren. Nou, ze hebben nog een voorraadje, maar er komen geen nieuwe. Er moeten nieuwere motoren in. Andere, Amerikaanse. We hadden een experiment. Een prachtige robot, ExoMars, voor Mars. Uh, de Rosalind Franklin rover, die dan twee meter diep moet gaan boren op Mars. Ja, dat heeft vijf, zes jaar vertraging opgelopen. Want de raket was Russisch, de lander was Russisch. Ze moesten, we moeten nu een Amerikaanse raket gebruiken en de lander moeten we zelf ontwerpen. Met andere woorden, op alle gebieden is de samenwerking met Rusland gestopt. Behalve in het ruimtestation. Want we zitten daar fysiek aan elkaar vast. We hebben het Amerikaanse deel met de zonnepanelen. Het Russische deel waar de motoren op zitten. De raketmotoren om uit te wijken voor ruimtepuin eh, enzovoort. Dus we kunnen niet uit elkaar. We zitten daar fysiek aan elkaar vast. En dat betekent dat er altijd nog Russen en Amerikanen aan boord zijn. Naast de Europeanen, Japanners en Canadezen die ook af en toe komen. Gelukkig is er op tijd een Amerikaans ruimteschip gekomen. Dus de, 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 de raket Falcon 9 met de Crew Dragon erop. Zodat Amerika, de Amerikanen, maar ook de Europeanen enzovoort... kan lanceren vanaf Amerikaanse bodem, de Crew Dragon. Maar de Soyuz gaat natuurlijk ook nog steeds naar het ruimtestation. En om zeker te zijn dat er altijd uh, Russen en Amerikanen aan boord zijn... gaat er met elke Russische raket een Amerikaan omhoog. Met elke Amerikaanse raket gaat er een Rus mee. En op het gebied, zeg maar, op de werkvloer, op het gebied van de astronauten, gaat dat prima. Je moet het niet over politieke religie hebben. En dan zijn het allemaal gewoon mensen. En je bent verantwoordelijk voor elkaar. Je weet wat je allemaal hebt doorstaan om het te overleven. En dat gaat dus goed. Dus met de individuen uh, is er verder niks aan de hand. En dat is natuurlijk altijd zo voor elk land. Het gaat om het regime. Dat is waar het probleem mee is. Niet om de individuen. En als je uh, uh, zeg maar houdt aan uh, die regel dat je je niet politiek gaat uiten, dan, uh, dan loopt het allemaal wel. Het Internationaal ruimstation, dat is een paar keer voorgedragen voor een uh, Nobelprijs voor de vrede en terecht, net zo goed als de EU een Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen als voorbeeld van hoe je kan samenwerken. De EU is eigenlijk opgericht om oorlog te voorkomen. Heel vervelend dat, dat dat door bepaalde mensen en partijen niet zo gezien wordt. Die willen eruit. Maar het is juist ontzettend gunstig, die EU. Daarom heeft het wel prijs voor de, voor de vrede gekregen. Uh, wat willen die, die ellende van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog niet meer? En het ruimstation is ook een heel mooi voorbeeld. Vroeger was het prestige. Amerikanen tegen de Sovjet-Unie. Wie was de eerste in de ruimte? Wie was de eerste op de maan? En zodra de kans daar was, is er heel terecht die samenwerking gezocht. En dat is dus uitgemond in een fantastische samenwerking tussen allemaal landen die elkaar dus vroeger naar het leven stonden in, in koude en hete oorlogen. En nu het grootste technologische project hebben we gebouwd wat er is: het internationaal ruimtestation. En ja, ik, ik vind dat een fantastische manier om te laten zien uh, hoe je het beter kan maken voor de mensheid. He, go to space not to war. Uh, zo, moet ik het, zo moet je het zien. En tegenwoordig het wordt het steeds meer uitgebreid. Ook de Emiraten doen mee, Saudi-Arabië doet mee. We hebben astronauten gehad uit Maleisië, uit Brazilië, uit nou, uh, Zuid-Korea. Uit allerlei landen zijn er uh, mensen in de ruimte geweest. Ik ben bestuurslid van de Association of Space Explorers, de ASE. En die is opgericht buiten de agencies om, hè? heeft op zich niks met ESA en NASA te maken. Maar opgericht door Sovjet-cosmonauten en Apollo-astronauten. Midden in de Koude Oorlog. Met het idee van wij staan hierboven. Wij zijn allemaal astronauten op het ruimteschip Aarde. Een kwetsbaar ruimteschip met, uh, met beperkte voorraden. En daar moet het heel zuinig op zijn. Nou, die, die Association of Space Explorers die komt elk jaar samen. Dit jaar uh, in Nederland, omdat het twintig jaar na mijn eerste vlucht is. is heb ik op me genomen om het hier te organiseren. En er komen dus mensen uit al die verschillende landen. Uh, uit China en noem maar op. Uh, dus prachtig voorbeeld van hoe je kan samenwerken. En uh, dat is, uh, uh, dat is uh, ja, een prachtig voorbeeld. Uh, de, om uh, zo'n association te hebben waar iedereen samenwerkt. We hebben wel te maken natuurlijk met maatregelen van landen. Sommige mensen die krijgen geen visum om op een bepaald land te komen. Maar we willen altijd samenkomen. Dus is noods uh, online, zeg maar. Maar het ruimtestation uh, en zo'n zo, zo ruimtevaartorganisatie zijn mooie uh, middelen om te laten zien dat uh, samenwerking heel belangrijk is. Dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Dat we allemaal kinderen hebben. Dat we allemaal gezond willen leven en, en, en ja, willen genieten van deze planeet. Uh, dus het is een heel mooi voorbeeld. Uh, ik denk dat, dat dat, ja ik weet niet of het ooit nog gaat gebeuren, de Nobelprijs voor het ISS, maar ik denk dat het een goed idee is.